Dus, cirkeltechnieken, 3, 9, 10, laten we 12 en 5 een beetje, zitten een aantal stappen in die overal hetzelfde zijn. Dit begin is bekend, je hoeft mee naar buiten te nemen. Instappen bij 3 en 10 zorgt sowieso dat die laag is, aan het einde van de cirkel, opzij stappen. Bij 3, tussendoor stappen, hand op elleboog, bij 9, in zijn nek, ruf nummer 3, erop. Nu instappen, hand op zijn rug brengen, heup aan heup komen te staan. Hier geef je te veel ruimte, heup aan heup niet. En die elleboog moet naar beneden. Hoe meer zijn lichaam deze kant op gekanteld is, des te minder als zijn lichaam die kant op gekanteld is, geef je zijn hand hier de vrije ruimte. Is zijn lichaam deze kant op gekanteld, kan hij misschien proberen hier een elleboog te geven, maar dat helpt mij alleen om die klem strakker aan te zetten. Moeilijkheid zit er me vaak in. 1, 2, 3, ik geef hem hier gas. En nu hier moet je hem weer onder controle krijgen. Tussendoor. Arm op zijn rug. En dan dus die elleboog naar beneden aanzetten. Bij nummer 9 loopt het net even anders. 1, 2, 3. Nu stap je wel opzij, maar in plaats van onderdoor, bovenlangs. En een gevaar is dat je te veel aan de binnenkant komt te staan. Dus terwijl je opzij gaat, in principe aan de buitenkant van de armen staat, dit is te hoog. Ja, nu breng ik hem ook weer helemaal omhoog. Dus laag houden, hier naartoe. En in plaats van naar achteren te stappen, naar voren, die arm naar voren, die arm naar achteren. 12 bijna terug. Opzij. Tussendoor. Instappen. En de klem maar zetten. En alleen bij 5 zie je hem nog terug. Maar dan de andere kant op. Opzij. Tussendoor. Rond. En aanzetten. Dus als je voor jezelf oefent. Cirkel. Opzij, tussendoor en de cirkel.